Hey koters, welkom bij deze video van deze World Series, denk ik of zo. Ja, ik heb hier bij me een Beekman Delta 443 of 443, net hoe je het noemt, of 42. Ik weet het echt niet meer aan mijn hoofd. Het is in ieder geval een Beekman Delta. En die gaan we opknappen in de aankomende weken. En het gaat waarschijnlijk nog een tijdje duren, maar het maakt niet uit, want het is een leuk projectje. Het is niet de bedoeling dat dit echt een boot blijft waar wij in gaan varen of zo. Maar het is wel echt een. Ja, gewoon een mooi bootje dat we even gaan opknappen. En hopelijk krijgen wij iemand die er geïnteresseerd in is. En het is een mooie boot vinden, hopelijk wil kopen. Het is dus een Beekman Delta 443 of een 442. Ik denk volgens mij was het 443 met dat doorgetrokken ruitje. Vind ik persoonlijk heel mooi. Heel mooi. Maar deze stond te koop, dus deze hebben we gekocht. Er zit een dekseltje bij, bijna wat volledig origineel. Dat deksel is nu af. En ik kan even beter zien wat een mooie bodemtaart is. Ja. Ja, het is inderdaad geen nieuwe boot en dat zie ik zo ook wel in. Originele rijtjes nog wel op en dat is heel belangrijk met boten tegenwoordig, met speedboten tegenwoordig. Nou, hier hebben we dus het interieur. Het ziet er niet bijzonder slecht uit. Ik zie wel een gedeelte voor de tank en zo en een back-to-back seat. Die is eigenlijk een back-to-back seat en dat is dan één deel ervan. Volgens mij is dit zit vlak, dus ik moet ook nog even fixen. En ja, kijk, hier heb je wat schade, maar er is een plankje voor, dat is zo heel mooi. Dit zit er nog in, het originele, dus dat is ook heel mooi. En ja, kijk, tuurlijk, het is een beetje smerig, maar verder voor overheen. En ik moet even afdicht, plaatje ervoor of zo, ik moet even denken. Maar voor de rest, hij zit nog in vrij goede staat. Geen diepe scheuren hier zo, hier wel een vlekje. Ja, je hebt hier... Heb je ook inhammetjes en zo. Onderkant is iets smeriger, maar dat moet allemaal geen probleem zijn. Ik heb het al schoongemaakt met een productspuit. En het is echt. Ja, het is eigenlijk niet te doen, dus we gaan het allemaal wegschuren. Maar vandaag is eigenlijk een beetje de bedoeling om het een beetje weg te strippen en zo. En misschien een beginnetje maken met schuren, maar dan gaan we even kijken. Kijk, hij is alweer smerig geworden. Naar de tijd dat hij buiten gestaan is. We hebben de binnenkant schoongemaakt, zoals je ziet. Kijk, het is nog steeds een beetje smerig, maar dat maakt hem net. Het is schoon en het was beter dan het was. En we gaan het zo meteen gewoon nog beter schoonmaken. En dat het gewoon alles gewoon goed is, dat we gewoon kunnen schilderen. Maar dat gaan we nog niet nu doen, want daar ben ik nog niet aan toe. Ik moet eerst schuren en de binnenkant schuren en zo. Maar dat moet allemaal nog even gebeuren. Vergeet te melden dat we ook gewoon een Yamaha afstandsbediening hebben. Of gewoon een schakel- of gasbediening. Die hebben we ook gewoon. En we hebben hier het stuur. Het is geen monokabelstuur, dat weet ik zelf ook. Ik kwam erachter, ik wist toen ik hem kocht en zo. Maar het is beter dan niets, dan met toen ik ging varen hier zo. Ik zal even een filmpje zetten. Het is wel gewoon beter. En, weet je, dit is ook de meest... Tussen haakjes goedkope oplossing die alsnog gewoon bijna dezelfde prestaties heb. Ik heb op mijn vorige vestje van mijn rooiboot heb ik ook een kabel gehad en dat werkt eigenlijk net zo goed. Alleen een monokabel is wel even directer en dat is wel het ding wat ik zeker ga in mijn gedachten houden voor de volgende dashboard gebouw. Het originele dashboard zit er ook nog in en de paneeltjes hier zo, zoals je wel kunt zien, en daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat ik deze twee eruit kan halen. En anders gaan we gewoon door met schuren. Ik heb altijd wel last gehad met die stuurtjes, maar die zijn eigenlijk niet
te harde als je die stuurtje eraf moet houden. Het is een beetje oud plastic, dus ik ga niet heel hard eraan trekken. Maar we gaan het zien en ik ga even kijken wat ik eruit kan maken. Slecht nieuws, ik kon het niet uithalen. Ik kon er weinig aan veranderen. Als ik het kon, had ik het zeker gedaan. Maar ik durf gewoon echt niet harder aan te trekken. Dus dat gaan we niet meer doen. We gaan schuren. Dus... Oké, ik ben net klaar met schuren en ik kijk op mijn camera. En ik zie dat hij leeg is en dat is een mooi klote. Dus ik kan niet meer verder filmen. Maar ik ben nu al dit allemaal gedaan. Dit zo. Ik ga hier de video dan maar afsluiten. Want ik kan niet verder filmen helaas, het spijt me. Nou, het is een kort videootje, maar ik weet wel dat nu weet jullie wel waar ik mee bezig ben en wat ik aan het doen ben. Nou, tot de volgende keer. Joei!